Hi. Het is een waterrat dus. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag maandag 2 augustus. En het is nu bijna 11 uur. En wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. En ik zit nu samen lekker met Speedy op de stoel. Speedy is een beetje aan het slaarkant. Zeg maar gewoon lekker dat hij gaat slaan. Kom maar, even lekker chillen. En dan weet ik dat hij gewoon chagrijnig is. Dan moet hij echt eventjes een momentje met mij hebben. Nee, is goed. Laat maar. Is oké. Okay. Kom. Gewoon lekker chillen, zo. Gewoon lekker chillen. Nou, dan gaat hij zo lekker liggen. Hij kan ook wel lief wezen. Maar ja. Ik ga zo eventjes naar de wc. En dan ga ik zelf even de hondjes even uitlaten. Want Rodi moet tot 2:30 werken. En wij moeten even een ritje naar België vandaag doen. Want er is een husky die opgehaald moet worden. En die moeten we dus naar België brengen. En ja. Dus ik ga eventjes zo dan ook even een groot blok lopen met de hondjes. En wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier voor deze nieuwe vlog. Nou, ik laat jullie toch nog even zien hoe lekker hij kan chillen bij mij. Lekker even hè, bij mij. Hè. Lekker chillen, dat is lekker hè. Hij kan ook lief wezen. Zeker. Ja, zeg al. Hij kan ook heel lief wezen voor mensen. Maar momenteel is hij alleen maar aan het slaan en blazen. Tegen alles en iedereen. Dus hij is gewoon chagrijnig. Nou, en als ik dat weet, nou dan. Of ik haal hem juist even bij me. Om juist een beetje in te chillen. Dat hij tot rust kan komen. Ja. Ik heb het over jou, kerel. Kom. Lekker nog even chillen. En dan moet ik hem echt gewoon zo liggen. Want dan hoor je hem ook echt gewoon lekker spinnen. En dan gaat het lekker even wassen. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Lekker. En hij zit ook gewoon lekker op schoot op mij. En hij... Zo. Maar hij kan ook gewoon weg als hij wil. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Het is gewoon af en toe een kat. Die met gebruiksaanwijzing zit. Dat moet je gewoon weten als je een dierenvriend bent. Hè? Ja, kerel. Ja. Nou, ik ga nu hem eventjes bij me weg doen. En dan ga ik even naar de wc. En dan ga ik met de drie dames lopen. Ik weet niet of jullie het horen. Maar nu gaat dus de alarm af. Kom, buiten. Kom maar. En jullie horen, mijn honden die gaan er niet op af. Kijk. De eerste maandag van de maand. Ja. Maar je hoort. Kom maar. Niemand gaat erop af. Net zoals andere huskies dus wel. Dus ja. Dus lekker niet. Lekker rustig zo. Ja. Beter dan dat kan ik er niet hebben. Hè? Kijk. Ze liggen erbij. Ze staan erbij.
En ze vinden het allemaal prima. Nou, ik ook. Ik ga even lekker de caviakooi schoonmaken, jongens. Ja, want dat moet ook weer gebeuren. Ja! Ik wil jullie gewoon weer eventjes een schone kooi geven. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ja! Hi, kerel. En die komt dan zoals gewoonlijk altijd even kijken. Dat is Lovely. Die vindt het altijd geweldig, hè? Om even te kijken, hè? Ja, mijn vrouwtje doet dan altijd ook even de stoel. Hier. Ja, want dan kan daar dus namelijk de vuilniszak op. Ja, je mag kijken. Maar mag wel, dat weet je. Je mag kijken, weet je. Ja, ik ga even de kooi lekker schoonmaken samen met jou eigenlijk, hè. Altijd, hè. Gaan we samen doen, hè. Ja. Dus, ik ga even schoonmaken en dan checken jullie zometeen... Nu, we zien jullie dus hoe het er nu uitziet. En zometeen is het lekker schoon. Zometeen is het lekker schoon, vind je? Ja. Zometeen is het wel lekker schoon. Ja. Ja, nou, toen liep ik dus lekker buiten met de drie dames. Want wij gaan zometeen eerst Nero ophalen. Hier uit de binnenstad. En dan vanuit, als we Nero in de auto hebben, dan gaan we dus op naar België. Ja, even daar naar de opvang brengen. Dus dat gaan we zeker doen. Dus ja, ik zou zeggen, blijf lekker kijken, want we gaan ook zeker wel wat filmen in België. Dus dat wordt gezellig en leuk, hoop ik toch. Daarheen en terug, geen idee waar we allemaal langskomen. Ja, nou ja, ik heb al een beetje een klein ideetje, want ik heb een beetje gezien. Dus ik hoop dat ik ook... een beetje kan filmen wat we allemaal gaan zien onderweg. Dus ik ben benieuwd. Nou, dit is dus Nero. Goed zo, moest je een plasje doen. Goed zo, vent. Die moest je eruit even. Even spanning, hè. Goed zo. Ja. Nee, nee, niet trekken, Nero. Goed zo. Nou, ik heb hem hier aan mijn ene vingertje. Dat zie je allemaal, vent. Hè? Dat zie jij allemaal, hé. Ja. Dat zie je allemaal. Hé. Hey. Ja, lekker, hè. Nee, Nero, los. Nero, los. Ja, lekker, hè. Gras eten, ja. Kop. Ja, Nero. Nero, hi. Nero, kijk eens. Cookie. Alleen ik heb nou even op dit moment nu geen koekjes bij me, maar wel in de auto. Ja. Kom maar, schatje. Ja, Nero. Kom. Ja. Kom dan. Ja. Nero, kom. Hi. Hi, blijkbaar. Ja, nou, dit is dus Nero, mensen. Die we dus lekker naar België gaan brengen. Hé, Nero? Mooi kopje heb jij. Ja. Net eventjes met Nero, eventjes dus wat jullie kunnen zien, eventjes buiten geweest. Want hij moest heel nodig plassen. Ik denk nou misschien dat hij nog wat gaat poepen of zo, maar ook dat niet. Maar ja... Maar hij had iedere keer kippenbordjes in zijn bekkie. Dus ja, van even niet af en gekluifd, weet je. Dus ja, dat moest ik eventjes uit zijn bekkie halen. Dus daarom, want ik zag hem iets in één keer namelijk in zijn bek hebben. Dus ja, dus dat was even gelijk handelen. Gelijk eruit halen. Maar wat is het? Zijn neus werkt wel dus. Zijn neus die werkt heel goed, ja. Dus nou, maar dus nu op naar België toe. Ja, weer een lange end rijden. En ook weer terug, maar dan weer zonder hond. Mm. Maar we gaan Sonja Macht voor het eerst zien. Okay. Die dus altijd honden traint en ook op afstand en tips geeft, zij. Dus nu zijn we dus alweer bijna bij Rotterdam. Nou, Nero vindt het even leuk om lekker te snuffelen. Dus ja, het is een mooi beestje, zeker. Maar ik moet ook de route in de gaten houden, et cetera. Dus, Je bent aardig. Ja,
als ik het zo goed zie, ik weet het niet, dan komen we er 6:30 aan. Rond die tijd. Want hier staat 18:19, maar ik, dat weet je. Mero, hallo, je pootje schat. Ja, je poot. Je poot, schatje. Je poot. Dan niet. Kijk, het zit nou precies om zijn poot heen. Maar ik ga er eventjes het hierbij laten en dan zien jullie ons straks alweer. Nou, volgens mij heeft Nero zoiets van, ik ga er lekker bij liggen. Ben je? Hé, Nero? Ja. Nero is iets van 7-8 maanden. Ik kan het nog niet heel erg goed echt zien in zijn boekje. Een beetje acadabra handschrift, maar hij is wel ook zo gek dan. Ja, Roderick moet gewoon opletten. Nee, je blijft daar. Ah. Goed zo, keurig. Dus ja. Dus, wij zijn Rotterdam al voorbij. De binnenstad dan. Dus ja, dat komt wel goed. Kijk hem liggen dan. Wat een schatje. Hoe gaat ie? Fiokie. Hey, Yogi. Hey. Lekker liggen. Lekker van even de zon een beetje genieten. Dat is lekker, hè. Je bent mooi, je bent lief. Ja. 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 Is van 22/12/2020. Dus hij moet nog 8 maanden worden. Waarschijnlijk als deze vlog online komt, is hij waarschijnlijk al 8 maanden. Weet ik niet of hij moet nog 8 maanden worden. Hé? Hey. Die poot hier achter me. Nee, dat konden jullie net niet zien. Het is net loffie. Maar ja, ik moet hem weer even vasthouden. Want we krijgen weer een rondtonde. En zo sterk zit hij nog niet in zijn poten. Dus. Maar hij is zo lief. Ja. Hij is zo stof. Nou ja, een bosrijk gebied. Gefeliciteerd, je bent België binnen. Mooi. Mooi. En wie is de mol? Nou ja, een bosrijk gebied wil ik niet zeggen, maar het is we zijn wel België binnen. Ik weet niet of hier. Ja. Je hebt gesnuft in België. Lijkt me België hier, hè? Het is hier nu einde 60, hè? Het is verboden voor zwarte auto's om rode auto's in te halen. Ja, dat geldt ook voor andere kleuren. Slecht wegdek hiermee. Daar een snelweg. En hier. Heel snel, hè. Dan heb je niet pijl iets anders. Dan heb je een hele dikke pijl in het midden met een klein strookje. Kijk, net zoals hier. Wij steken zomaar over. Ja, hertjes en zwijntjes. We hebben hier groot wild. Ik vind dit wel een mooie route zo, hoor. Jij? Wat is dit? Fietsers of zo. Ja, fietsers. Ja, okay. We zijn België binnen. Hoe dan? Via een B-weg. Hoe dan? Ik vind het wel chill hoor, zo België binnenrijden.
Nero wil er ook nog even op. Hé, Nero? Dus ja, we zijn in België, mensen. Zo, pats. Maar ik ga weer even de navigatie doen, want over 1,1 kilometer moeten we er weer even ergens vanaf. Dus ja. Wat een grappig bruggetje dit. Het is heel toeristisch, hè, dit. Ik wil hier rechts staan, mag dat? Nee, hier niet. Een houten brug. Eilandje, Postels eiland. Ja. Ga hier wel rechts. Ja. Shit, mamma mia. Wat is dit, een leuk bospaadje hier, mensen. Kijk. Ja, yeah. Hey kerel. Ja, yeah. Hey mannetje. Gewoon doorlopen. Laat hem maar los. Geef ik je deze? Ben, dit moet je helemaal niet zo ver. Ben, ditje. Het is goed, Nero. Het is goed, jongen. Dat is een vriendelijke beer. Lief, je staat net even in de weg. Pas op voor de kuilen, dus. Niet zijn er, Kieta. Kieta wil ik even bij. Ah, die reageert ook wel. Ja, Nero, dat is veel, hè, jongen. Wolf, kom eens terug. Wolf! Oh, dat gaat mijn bandit ook. Kom, jongens. Kom in het grote tuin, ijsgat. Doe maar, ga kijken. Kom, kom. Gaan we ook hier naartoe. Laat hem maar even doen, Pet. Doe maar. Laat ze maar eerst even... uitrazen. Ja, even kennis maken. Nee, maar je weet hoe Ben dit is. Of Tiny, dan kan ze weer niet hebben dat jij aandacht voor die nieuwelingen. Laat ze het eerst maar even zelf... onderling regelen. Nou, dit komt denk ik wel van toch. Zelfs Bendit vindt hem leuk, joh. Want Bendit die boeit het meestal niet zo. Die heeft zoiets van, als ze mij maar rust laten, vind ik het allemaal wel best. Die wil dadelijk niet meer weg, hoor. Ja, echt, hè? Dat is wel een goed voorbeeld voor tuin. Kijk nou. Oh, geweldig dit. Ja, het ziet er niet naar uit, maar het is vers water, hoor. Maar ja, dat geloof ik ook wel, meisje. Huskies en schoon water, dat duurt nooit lang. Wolfje. Hij gaat gewoon liggen. Ik denk, kan je me niet bespringen. Slimme jongen.
jongen. Kijk, kan je niet kijken hier. Die zit echt toe te kijken. Hier ben hartstikke gek in dat water. Ja, hé, hey, hallo, je doet het zelf nog steeds. En hij mag het niet. Nero, dat deed pijn. Dat deed pijn, zei Wolf. Hi, schat. Hi, beauty. Hi. Nero, nee. De plop. Nou, ik zal het nieuwe baasje duidelijk maken dat hij een bad nodig heeft. Ja. Het is een waterrat dus. Dat is van een hond, dat is een zion. Ja. Ga er gewoon in liggen, joh. Nou ja. Ja, maar dat is al een stress en spanning die gaat overvloed, joh. En ook van dat rennen, volgens mij, is je niet veel beweging gewend. Hij zit heel slecht in zijn spieren achter. Ja, klopt. Maar dat gaat hij hier wel opbouwen, hoor. Dat moet je niet over. Nee, maar dat weet ik van je. Wat denk je alleen al hier met... steeds met spelen die over is gelaten? Ja, zo mooi. Ja, je krijgt hem weer. Geheid. Ja, maar hij springt al niet meer op de schoft, lijkt het te zien. Hij springt er... Ah, toch wel. Nero! Zo doen we dat. Sorry, maar daar ga ik even niet ingrijpen. Ja, dat mag. Dat mag. Daarom juist. Want daar kan ik ook weer even leren van jou. Daar kan ik ook alleen maar weer van leren. Hé. Het zal wel een paar keer duren voordat het gaat. Hoi. Nero, kijk eens! Kijk! Hij is aan het verkennen. Maar hij is in een bench gewend, want anders zet ik wel een bench neer. Hopen dat als hij misschien voelt, hij zich, sommige honden voelen zich te veiliger. Ik werk er zelf nooit mee, maar ik heb hem in de kelder staan, anders zet ik die wel neer, dan kan hij zelf kiezen. Hij schat. Misschien vindt hij dat in een nieuw huis prettiger, weet je wel. Ja, dat is met de ding. Ja, we zitten nog steeds in de toetetoet. Het is nu bijna 9:50 in de avond. We zijn bijna thuis, sowieso. Roos back af, mijn arme lieve schat. Die is echt moe. Moetjes, zou die dan zeggen. Zo zou die dat doen. Maar ja,
We gaan zo meteen lekker de hondjes even nog uitlaten samen. En dan gaat Ro ook lekker naar huis. Dus we kunnen de hondjes nog even los op het bouwterrein. Ja, los op het bouwterrein, ja. Dus dat zien jullie zo meteen nog wel eventjes. Dat ze lekker alle drie los zijn op het bouwterrein. Plassen, goed zo. Wat heb jij nou weer vast een bal? Hè? Hoi. Ja, een hele goede avond allemaal. Ja, ik ga jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog.